We zijn vandaag in Utrecht in de Metaalkathedraal. Een typisch voorbeeld van een monument dat en herbestemd is, maar tegelijkertijd ook verduurzaamd. Ik heb 25 jaar lang in het buitenland gewoond en ik kwam terug in Nederland en toen ben ik gaan zoeken naar een plek om theater te kunnen maken. En deze fabriek werd ons getipt, die zochten een huurder en wij mochten erin. Dus dat is super tof. Heel vaak had ik ook gedacht van nou had ik maar gewoon een ateliertje en doei. Nee, maar dat wij hier mogen helpen de wereld een betere plek te maken, dat is wel een groot cadeau en een grote opdracht, zeker. Het zijn lange trajecten en die zijn spannend, dus het vraagt heel veel samenwerking. Eigenlijk al meteen aan de voorkant tussen een eigenaar, een gemeente. En wat er in deze tijd ook wel bij komt, dat zijn gewoon allerlei praktische issues zoals gebrek aan vakmensen. De enorm stijgende prijzen in de bouw. En dan heb je een plan met een exploitatie eronder. Ja, en dan stijgen die prijzen zo enorm. Dus dat maakt het echt wel ingewikkeld voor eigenaren in deze tijd. Alhoewel wij natuurlijk van het financieren zijn en het delen van kennis als restauratiefonds. Het allerbelangrijkste bij een business case is inspiratie. En geloof in datgene wat je wil gaan opzetten. Wat wij proberen is dus op een paar manieren te helpen. Je hebt natuurlijk het geld, hè, dus de subsidieregelingen die we hebben voor instandhouding. Het tweede wat belangrijk is denk ik de kennis. Hè, dus wij leveren niet alleen kennis of ontsluiten kennis, maar we doen ook heel veel onderzoek om te kijken of allerlei toepassingen beschikbaar kunnen komen voor monumenten en wat het effect daarvan is. Dus ja, ik denk dat dat de belangrijkste ingrediënten zijn. Een herbestemming en een business case hebben het meest kans op succes als het goed doordacht is, maar ook in combinatie met omgeving en met heel veel belanghebbenden, als het draagvlak groot is. Je moet ergens die droom hebben. Hè? Dus Pierre van der Gijp zei het vandaag in de bijeenkomst, begin met het eind voor ogen. Dus voor mij is dat inderdaad gewoon die droom die jij wil realiseren, hou die vast.